Ik wil jullie graag een vergelijking laten zien en vooral laten horen tussen vier middelgrote modelingversterkers. Nou, de versterkers die ik voor jullie heb meegenomen zijn een Fender Mustang 2, de Roland Cube 40XL, de Line 6 Spider 4 en als laatste de Vox VT40 Plus. Nu, modelingversterkers, wat wil dat precies zeggen? In feite zijn het gewoon transistorversterkers, maar die op een softwarematige basis trachten ze andere versterkers na te bootsen of andere versterkerstypes. En ook heel vaak zijn ze uitgerust met digitale effecten. Dus even kijken wat ze los van elkaar geven. Als eerste heb ik hier de Fender Mustang 2 naast mij staan. Dat is een 40 watt versterker met een 12-inch speaker, dus die geeft een lekker vol diep geluid. Als we even gaan kijken naar de eigenschappen van deze versterker hier op het control panel, dan zien we uiteraard dat er een EQ aanwezig is, een gain- en volumeknop. Maar in het specifiek de modelingtechniek wil ik graag even uitlichten. We kunnen hier kiezen uit vier standaard versterkertypes, allemaal gebaseerd op een model dat Fender zelf heeft ontworpen. Daarnaast kunnen we telkens per sound kunnen we één modulatie toevoegen, dus bijvoorbeeld een tremolo, een chorus, een phaser. En additioneel ook telkens een reverb of een delay. Nou, ik wil je even laten horen hoe het bijvoorbeeld klinkt als ik een clean sound gebruik met wat reverb drop en een tremolo. Het is misschien ook even interessant om even een kort stukje te laten horen hoe deze versterker klinkt als je er wat meer gain aan toevoegt. En dan kunnen we voor de verandering ook even een delaytje laten horen. Als tweede versterker heb ik hier naast mij de Roland Cube staan. Dat is een, zoals de titel zegt, een 40 watt versterker. En deze heeft een 10-inch speaker, dus die gaat van zijn eigen ietsje meer direct zijn. Als ik even naar de controls kijk bij deze, dan zie ik dat de EQ iets uitgebreider is dan bij de Fender. Er zit bijvoorbeeld een middelfunctie bij. Wat betreft de modeling, en daar gaat het uiteindelijk om, zie ik dat ik hier kan kiezen ook weer tussen een achttal verschillende soorten basis settings. Gaande van clean geluid tot een overdrive geluid naar een hard distortion geluid. En dat ik daarbij telkens ook een soort modulatie kan toevoegen en een delay en een reverb. In dit geval kan ik de delay en de reverb allebei apart instellen, dus dat is wel een voordeel. Plus dat op deze ook een looper zit, dus je kan frases van muziek kan je helemaal loopen. Even kijken hoe deze klinkt met een clean soundje, een reverb en een tremolo. Dus voor een crunchy geluid heb ik gekozen om een Brit combo stand te gebruiken in dit geval. Ik heb er wat delay aan toegevoegd, de tremolo weer uitgezet. Eens kijken hoe het klinkt. De derde versterker die ik graag wil laten horen en even laten zien is dus de Line 6 Spider 4. Een 30 watt versterker met een 12-inch speaker, net zoals bij de Fender het geval was. Hier kan ik ook weer kiezen tussen een x aantal standaard instellingen, gaan van clean tot crunch tot een metal stand. Een vrij uitgebreide EQ sectie. En dan hier kan ik ook weer kiezen tussen een bepaalde modulatie. Daarbij kan ik een delay voegen, zelfs verschillende soorten delay in dit geval. En losstaand nog een reverb. Kan best wel handig zijn. Even kijken hoe die klinkt op een clean setting met een tremolootje erbij. Nou, het standje crunch. De laatste versterker die ik graag zou willen tonen is de Vox VT40 Plus. Dat is de krachtigste versterker van de vier. Het is namelijk een 60 watt versterker. Voorzien van een 10-inch speaker,
Als ik even bovenop kijk, dan zie ik direct een hele uitgebreide sectie. Veel effecten die je kan toevoegen, veel versterkertypes. Ik zie hier zelfs 33 verschillende soorten bovenaan staan. Je kan de reverb in dit geval ook onafhankelijk regelen. Nou, ook bij deze even kijken hoe die klinkt en op een clean setting met een tremolootje erbij. Ook hier even kijken hoe die klinkt als die een beetje vuil is. Gaan we even switchen. Nou, je hebt nu deze vier leuke modeling versterkers gezien. Even resumerend, we hebben dus de Fender Mustang 2 gehad, de Roland Cube 40 XL, de Line 6 Spider 4 en als laatste de Vox VT40. Nu, deze versterkers zijn natuurlijk uitermate geschikt om thuis mee te spelen, omdat je gewoon alles in één doosje hebt zitten. Een paar extra features die heel handig zijn om te vermelden is dat al deze vier versterkers hebben een hoofdtelefoonuitgang. Ze hebben allemaal een AUX-ingang, waardoor je MP3-speler of je CD-speler kan aansluiten erop om mee te spelen met je muziek. Elk van deze versterkers heeft een tuner, stemapparaat, ook zeer handig. En wat natuurlijk heel handig is, is omdat al die effecten, al die modeling toestanden zitten hier bovenaan in het bedieningspaneel. Dat is natuurlijk super lastig om te bedienen als je bijvoorbeeld live speelt met de versterker. Nou, ook al deze versterkers hebben de mogelijkheid tot het aansluiten van een footswitch. Dus dan kan je alles bedienen met je voeten. Nou, ik hoop dat ik jullie heb wat heb kunnen bijbrengen in de wereld van de modeling versterkers.